Hoi mensen, mijn naam is Tom en Mike van SP, episode 35. En zoals ik beloofd gaan we vandaag de smederij maken. En daar heb ik dit allemaal voor nodig. Dus stone, wat iron bars, ovens, kijk, misschien wat glas. Dit. Lava. En de anvil straks. Even kijken. En ik heb nog steeds geen suggesties gekregen waar ik de beacon zou kunnen plaatsen. Misschien wel. Maar daar was ik niet heel tevreden mee. Waar met die suggesties. Zo van dat ik hem hier ging plaatsen. Het is onhandig omdat dit niet het midden is van mijn hele base. Dat moet je vast wel begrijpen. En de piramide is eerst 9 bij 9. Daarboven is het 7 bij 7. Daarboven is 5 bij 5. En daarboven is het 3 keer 3. Dus dat moet wel. Dus als je goed ziet, is deze kamer 1, 2, 3, 4, 5. Wacht, zo 5. Nou, boeien. Oh, wacht, dit is zo 6. Dus dat was niet heel mooi symmetrisch. En ik hou van symmetrie. Daar moet je maar even aan gaan wennen. Dat ik nogal symmetrisch ben. Kijk, doe die daar even in. Zo, weg daarmee. Wat heb ik nog meer nodig? Chest, die komen zo wel. En dan denk ik dat we waar kunnen beginnen. Even kijken hoe het hier met de iron column gaat eigenlijk. Het gaat helemaal goed met die. Ik heb een paar keer geslagen als high five. Maar het is niet heel veel terug. Nou, dat lukt hem helemaal niet. Blijkbaar. Maar dan ga ik even naar beneden toe. En dan. Ik vraag me af wat een mooi plekje is om hem te maken. Ik heb eigenlijk werkelijk waar geen flauw idee. Moet iets beter belicht worden hier. Even kijken hoe goed het met de mobspannen gaat. Kijk, normal. Even kijken hoe alles goed is. Oh, doe ik daar. Alles far and fancy. Dat is perfect, want dat wil ik ook. Ik kan daar even in. Even kijken, is het nacht of zo? Ja, dat is. Ja, het is nacht. Oké, maar ja, dit is een lame idee. Ben ik in dat mee eens met die ene. Even kijken, ik breek deze even. Fairy damage, maar als je dit ziet, zal ik even inzoomen. Je ziet niet de texture daarop dat die fairy damage is. Dat is wel jammer dat het zo is. Zo, even goed doen, beeld. Dus waar kan ik de smederij eigenlijk bouwen? Even kijken. Hier is niet heel handig. Zeker niet. Hier. Ja, hier gewoon. Oké. Wat meer gunpowder. Ik denk dat ik een soort van AFK stream ga maken. Dat dit in een waterstroom een netherport in gaat. En zodat het daar blijft. En zodat, want je weet, als ik dit doe. Over 5 minuten is het weg. Maar als ik dit doe. En ik ga naar de nether toe. En ik blijf daar 2 uurtjes. En ik kom weer terug. Dan is die, als het daar in de tijd dat je daar naartoe bent gegaan. Is die eventjes die timer stopgezet. Dus wat handig is. Je hoeft niet elke 5 minuten naartoe te lopen. Even alle gunpowder en zo te pakken. Nee. Het gaat gewoon naar de nether toe. Je gaat om het uur even naar de nether toe. Anders wordt het wel heel erg lag. Omdat anders heel veel. Nogal veel items zijn. Maar dan beginnen we hier met het bouwen ervan. Dat lijkt me dit mooi als ingang. Zo. Ja, zo. Ik ga niet precies nabouwen van het ene dat ik liet zien, maar ik ga wel eventjes checken. Zoals ik had gedacht, ziet dit er dus blijkbaar uit. Zoals ik hem hier ook ging maken. Dus dit klopt perfect. Oh. Da-da-dum. Ik ga niet de hele tijd filmen dat ik dit ga maken, dus ik hol het eventjes uit naar de goede vorm en dan ben ik zo terug. En ik heb het in een goede vorm gedaan, in een soort van cirkel. Ziet er goed uit. Hier komt de ingang. Storage.
paar ovens voor versiering eigenlijk. En ik ga nog een echte furnace room maken. Met butt switches. En dat houdt in dat wanneer de oven aangaat, dan hoor je een soort van geluidje. En er licht branden. En dat ziet er best wel leuk uit. Ja, maar nu moet alles hier nog totaal vier hoog. En dan komt er een binnenste ring. Ik ga wat versieren met stairs. Upside down stairs in de corners. Dat vind ik namelijk nice eruit zien. Ik weet niet of jullie dat vinden, maar ja. Dat is jullie wel zien. En dan gaat dit allemaal nog zo hoog. Komt hier, denk ik. Ga ik hier iets met een dual piston extender doen. Dat bijvoorbeeld dit de deur is. En dan zit hier nog twee blokken. De onderste twee worden omlaag getrokken. En daarna deze twee nog. Dat wil ik misschien in gaan zetten. Want je kan ook een hidden sticky piston door erin zetten. Alleen het stom is, dan heb je hier nog twee pistons en hier en hier en hier, hier staan. En dat verprutst gelijk het hele gebouw. Dus daarom wil ik het op die manier gaan doen. Ik heb geen flauw idee hoe, want zo advanced in de redstone ben ik ook weer niet. Ik doe alle andere dingen, niet heel simpele dingen. Alle logic gates, wat makkelijke contraptions en zo. Allemaal makkelijk. Maar ja, om dat zelf een keer te maken, dan ben ik wel een dag mee bezig. Voor het echt dat ik het compactste heb, sorry. Dat hoort niet zo. Perfect. Oké, lijkt ons circus stand hier. Zo. Hup. Even kijken, hier moet nog iets. En dit ga ik al met stairs doen, dus altijd wat hier in plaats eigenlijk. En het zou wel vet zijn als je echt gewoon stone stairs had, die mis ik gewoon. Als we dat nou een keer gewoon gaan toevoegen. Die dingen die mis ik gewoon in het spel. En dat moet een keer worden gekomen. En ook van ik heb dit. De stone hiervan. Dat ze hier ook sterfs van maken. En dus van dit. Dat is gewoon. Dat mis ik. Kun je ook ophouden? Dank je. Dat mis ik gewoon. Dat moet er gewoon een keer komen. Oké, dit nog even dichtmaken. Als het stone is, ziet het best wel niet heel mooi uit. Misschien ga ik ook stone bricks dan doen. Misschien is het iets beter. Want stone, dat is gewoon zo normaal. De hele cave is al van stone. Even kijken, ja. En dan even wat maken. Dan heb ik een graph. Ik heb voor mij eens een graphic table hier staan. Zo'n schande. Meer gunpowder. Het gaat goed. Ik heb binnenkort weer wat nodig voor het TNT. Oké, even naar boven. Even ophalen. En binnenkort komt er ook een storage room beneden. Lijkt een beetje. Grotere. En met groot bedoel ik voor meer gesorteerd. Want je kunt nu zien. Ik heb het nog een beetje bij elkaar. Apart stone brick. Apart stone. Apart sandstone ascent. Apart nether. Apart snow. Apart glas en zo. En het gaat ook voor dit apart. Dit komt bij een aparte. Ook een aparte. Over, meer iets van overige met wol samen zo. Met een bricks. Om die dingen heb ik niet veel. Dan craft ik het hier wel even. Dit moet wel genoeg zijn. Makkelijk. Zo, naar beneden. Wat wel episch is. Ik heb een microfoon nu even kijken op stereo stand staan. Even kijken. Ja. Dus wanneer ik hier praat, hoor je me nu in de rechter microfoon. En nu in de linker microfoon. Dus dat is wel episch aan deze nieuwe microfoon. En ik heb wat klachten, een soort van klachten gehoord over het geluid. Het was veel te zacht. Ik zeg dat klopt, want ik had nog niet de goede instellingen gedaan. Als het goed is, is het nu veel en veel beter. Omdat ik nu mijn microfoon zit dichterbij. Ik heb de input iets hoger gedaan.
Dus het moet nu beter zijn. Ik hoop het, tenminste. Maar ja, we zetten deze hier neer. En, oh. En, by the way, woensdag komt... Sorry. Je hoort... Je hoort zo te gaan. Nee. Maar ja, wat wil ik zeggen? Woensdag komt... Ah, dat is beter. Komt 1.4.3 uit. En ik probeer even te vliegen. Daar ben ik gewend van Tekkit. Want als je niet weet, ik ben een reusachtige Tekkit fan. Ik speel het al... Ongeveer sinds januari. Oh, toen bestond het eigenlijk nog maar net, Tekkit. Technic bestond al een half jaar langer. Maar ja, 1.4 komt dan uit. Er zijn best wel bugs gefixt. Ik ga er een filmpje over maken. Over gewoon de belangrijkste bugs. Of gewoon alle bugs. Maar dat ga ik wel een tijdje duren om dat te maken. Dit kleertje om dit te plaatsen. Moet dit het zo doen. Dus je moet niet dit doen en dan die. Je moet... Zo plaatsen, zo draaien en dan zo weer staan. En dan zo weer staan. En dan weer zo staan, dan weer zo staan. Oh, zo staan. Nee, doe ik weer verkeerd. Zo staan, zo staan. En zo, 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 zo. Zo, zo, zo. Zo, en zo. Zo. Oh, het ziet er goed uit, maar het is wel jammer van die lighting glitches. Ik bedoel, als ze gewoon echt aan weg waren, dan komt een 1.2.5 wel. Dat weet ik al. Heb ik gelezen op forums. Of fora, of dat het meervoud is, weet ik niet zeker. Ik bedoel, ik heb gelezen dat het wordt gefixt, ook op de wiki. Net al, er komt ook een mod API, eindelijk. Geef verder wat het inhoudt. Voor mij wordt het veel handiger. Iets van mod only voor premium, betere mod install en zo. Iets met dat bucket tegelijkertijd uitkomt met normaal. Ik heb geen flauw idee. Oh, sorry, ik hoor mezelf nu in een echo. En ik hoor dat ik dat doe. Dat hoor je de hele tijd, als het goed is. Irritant, sorry. Ik moet nog een... Zo'n windfilter ervoor zetten dat je al het wind tegenhoudt. Dat je alleen gewoon een stem hoort. Oké, dit ziet er goed uit, moet ik zeggen. Moet er wel wat verandering aan komen. Even kijken. 1, 2, 3. Zo. Nee, één naar binnen vind ik. Te dun. Dun. Ja. Ah. Dat is jammer. Oké, het ziet er goed uit. Dan. Oké. Even iets pakken. En ik ga het niet dus nadoen wat ik dus vorige episode heb ik laten zien. Ik ga gewoon mijn eigen idee als het ware doen. Ik ga hier wel chest en zo doen. Hierin. En dan op mijn manier. Oké. Dan komen hier inderdaad nog deuren. Eventjes pakken. Laat. Moet ik 4 iron doors maken? Wat of een prutsenkoot iron eraan, maar ja. 4 iron doors. Dat is 4 6 24. 24, 3 iron blocks. Oh. Oké. Even zo doen. 1, 2. Zo. En wat heb ik nog meer nodig? Oh ja, de chesten, heb ik die nog? Ik heb die niet. As usual. 2, 3, 4, 5, 6. En... Oh, nou door een tweede aan de chesten. Dat is niet erg. Het kan wel. Oké. Oh, niet meegenomen. Dat is jammer. Oké, hier komen de deuren. Hier en...
Ik moet nog eventjes Inventory Tweaks installeren. Dat is echt iets dan dat ik niet heb. Ik ben het heel erg gewend met tekken dat ik Inventory Tweaks heb. Dat ik eventjes... Nu hier een knopje dat ik alles is gesorteerd en zo. Oké. Dan... Komt hierheen. En hier... Oh, tuurlijk. Oké. Hier had ik een. Nee. Nou, laat eens gewoon zo. Hallo. Ik zit opgesloten. Oké, okay, is gewoon zo. Even dus tijdelijk. Daar stoortje in. Komt hier wat furnace in. Op mijn stijl. Zo. Oké, okay, als ik 4 had, zou ik het wel helemaal opvullen. Maar ja. Toevallig doe ik het maar even zo, omdat het zo uitkomt. En er komt nog pressure plates erbij. Oké. En origineel, volgens mijn vriend idee, had hij hier vuur. Dacht ik. Daarboven een soort van ketel. En daar lava in. En hier nog iets, een lavastroom. Met hier de anvil. Maar ja, dat ga ik niet doen. Ik ga de anvil op een mooi plekje. Ah, niet symmetrisch. Dat is wel jammer. Ik hou van symmetrie. Ik ben zo tevreden. En dit is het resultaat. Ik heb het deze kant een naar die kant toegetrokken aan de deur iets minder breed gemaakt. En dat kun je zien. Dus nu is het allemaal mooi. Ik heb deze kant ook een die kant opgetrokken. En nee, eigenlijk helemaal niet. Dat lieg ik. Dus nu zit er een extra gat hier over. Dat kun je zien. Die zijn 3. En die 2. Dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, zolang dit maar symmetrisch is. Want ik ben echt een symmetrie. Gek. Oh ja. En... Oh ja, dit gaat er goed uitzien. Iets van zo. Dat ik zo met de end zoiets ga doen. En dan hier nog iets anders. Ik dacht zelf iets aan dit. Alleen wat erachter? Misschien ook gewoon. Ja, dat doe ik gewoon. Even wat extra halen. En dat ga ik mooi niet dus uitknippen. Dat ga je mooi even meelopen. Neem ik wat extra buckets mee. Wat doe jij hier? En hij is nog steeds af. Ik heb geen nietige tijd voor gehad. Ik heb wel andere dingen gedaan. Ik ben dus boven niet bezig geweest. En het gaat gewoon niet lukken. Wat ik kan doen, ik ga hem heel lang die kant op laten gaan. Of ik ga het gewoon niet heel... Ik ga het gewoon een beetje klein houden. Ik zie wel wat ik ga doen. Maar ik bedoel, ik heb ze toch niet heel veel nodig. Ik bedoel, vooral niet meloenen. Wel pompoenen wel wat. Voor het eten. Meer buckets nodig. Oké, ik heb nog wat. Wow, ik hoor creepers vallen. En als er creepers al vallen, nou, dan word ik blij. Ik heb gunpowder nodig. Oké, even meer lava halen. En dan ga je nu mooi meelopen, want dan kun je ook zien waar het is. Want je kunt de wereld downloaden. Kijk maar in de beschrijving. Ik zou misschien niet heel veel updaten. Misschien om de 2-3 episodes. Kun je mooi meevolgen waar het allemaal is. Waar ik nou ook mijn lava vandaan haal. Kan ook gewoon net naartoe gaan, maar geen zin in. Dus gewoon dit gedeelte ken je vast wel van de mine episode. En dan heb je hier misschien wel wat. Dat meer kan niet hebben. Hey, dat is die kip. En als je dan verder loopt, dan kom je hier zo. Geen bij de slime farm uit. Dat is hier langs. Daar heb ik het. Over slime gesproken. Die doen zul je wel moeten horen nu. Ah, kijk. Gaan we nog arrows bij me.
Oké, nice. Wat heb ik dit moment niet nodig? Torches. Even kijken. Wat heb je hier? Als je hier nog iets doorloopt, kom je bij de ravine uit. Dus hier heb je allemaal het lava. Dat is bij de ravine van de slime farm. Als je nu terugloopt. Even hier weer langs. Ho. Dat doe ik altijd. En dan ga je hier langs. En dan gaan we hier zo links. Daar kom je bij de andere ravine uit. Die ik recentelijk, a.k.a. 10 episodes geleden heb gemaakt. Die andere al 20 episodes. Dan ga je hier langs. En dan kom je bij deze ravine uit. Die ik best goed heb opgelicht. Om het mobspawnen te stoppen. Kun je hem zien. Dat ik bij helemaal langs ben gelopen. Dus ja, dit is deze dus. Dit is episode... Dus was episode 21, gok ik, dat ik toen daartoe ging minen. Ja, episode 21. Weet bijna zeker. Episode daarvoor had ik een Fortune 3 pickaxe enchant. Ik ging daar allemaal minen. Maar ja, dan weet je even waar ik het allemaal vandaan haal. Ho. Dit eten. Dan weer even terug om de lava te plaatsen. En na enige tijd zal de anvil kapot gaan. Je kunt er zien, hij is al very damaged. Dus een paar keer repareren en dat ding gaat al kapot. Dus ik zou wel regelmatig het ding voor moeten vervangen. Dus ja, even kijken. En de cape begint al aardig te worden wat ik zou willen. Want ik had echt heel veel... In episode 10 begon ik over te praten zo van... dat zijn veel zombies. Vooral van een cave waarbij je alle soorten... apparaten en dingen in, hè. Bijvoorbeeld farms, dan enchantment gedeelte, storage room. Nou, hier komt dit dus bij. Dat is wel een beetje idee. Je mob spawnen komt allemaal weer in de vorm van een cave. Wat allemaal weer zo'n beetje dierachtig gemaakt. Maar ja, dat weet je, snap je het een beetje hoe het eruit komt te zien. En met dit. En dit het begint echt wat op te lijken. Vooral deze ruimte, die nog een beetje versiering nodig moet hebben. Dan hak ik dit even weg. En als je suggesties hebt voor bepaalde dingen in mijn wereld. Je kunt mij gewoon een privébericht sturen. Alsjeblieft geen reacties. Want dat is zo... krijg je zo'n hele reactiekettingen bij. Dat is nogal zwaar irritant soms om te lezen. Nee, toch anders. Ik ga het veilig doen. Oh, het nieuwe lava geluid is echt episch. Oké. Oké. Nu nog wat checken. Dan doen wij dit. Even kijken. Lichtlevels overal hoog. Goed. Zelfs hier goed. Je kunt zien. BL zit altijd boven de 7. Of 7. Ja, dat betekent dat nergens in deze kamer mobs kunnen spawnen. Ik bedoel mobs. Daarmee... elke mob kan niet spawnen, behalve alleen slimes kunnen niet spawnen. Als dit een slime chunks zou zijn geweest. En zouden animals kunnen spawnen als die gras zou zijn al geweest. En er zouden skeletons, zombies, villager zombies, creepers zouden spawnen als het hier lichtlevel 6 of lager was. Of 7 of lager, ik weet niet precies. Gewoon 6 of lager. Maar ja, nu is het hele kamer mobproof. Ja, bats alleen spawnen, hè. Heb ik nou wel arrow of niet? Nee. Even wat pakken. Was het een two-shot kill? Yes. Maar ja, dus als je suggesties hebt voor dingen die ik in een cave gebruiken kan maken. Je kunt een privébericht sturen. Daarbij een hele domme uitleg. Of je stuurt mij gewoon een werelddownload. Waarbij, en dan zeg ik gewoon waar ik kan bouwen. Waar het voor handig is. En als ik het mooi vind. Dan bouw ik het misschien wel. Zoals dit idee dat ik een smederij zou maken. Voor mijn anvil. Leuk idee. Nou, ik heb een beetje op mijn eigen manier uitgevoerd. Ik ben nog niet helemaal tevreden over. Omdat het nog niet perfect lijkt. Dit moet ik nog helemaal aanpassen. Ik bedoel, het is allemaal stone en zo. Ik denk dat ik de muren stone bricks ga doen. En dat ik ook hier ga doen, want dan kan ik deze chest hier gebruiken, utiliseren. Dat kan nu dus niet.
Even kijken, plaats ik die nog even hiervoor. Mooi, oké. Nou, dan ziet het er goed uit nu. Mist nog wel wat, dat is een beetje kaal. Ik doe er moet wat versiering bij, misschien ga ik toch wel... Oké, kan ik nu eventjes doen. Oké, ja, dus deze hoogte. Oh. Toch oppassen met die lava als je hier bent. Zoiets. En dan met cobble walls. Oké. Zoiets. En dan moet daar nog iets. Ik ga nu even iets testen. Even kijken wat dit doet. Oh ja. Dit is episch. Dit wordt het, mensen. Dit erboven. Een soort van keto-achtig iets. En dan nog even iets anders. Nee. Ik kan niet in de fik vliegen, dat is mooi. Dat is positief. Haal dat even weg. Dan ga ik hier even omhoog. Ja, dit wordt het. Of nog beter. Ah, dat vind ik jammer. Dat werkt dus niet. Die connect dus niet. Kijken. Oké, ik repareer het even zo terug. Dit ziet er best goed uit, moet ik toegeven hoor. Ik bedoel, ja. Veel anders dan het originele ontwerp van degene die het instuurde. Ik vind het best goed uitzien zo. Het moet iets meer hebben, ik bedoel... Dit ziet er wel goed uit, zo dat de end veel verborgen is. Misschien dat iets de stom, iets stom dat verborgen is. Misschien moet ik aanpassen. Of nu denk ik opeens iets anders. Dat ook al vet zou kunnen zijn. Haal ik het lava even weg. Oké, het gaat weg. Ho. Ho. Oké. Wat? Oh god, doe dat niet. Nee, ik ben niet christelijk hoor. Het is gewoon een opmerking. Dat gaat toch vanzelf weg? Nee, toch niet. Toch erop, kut lava. Want het zou misschien wel vet kunnen zijn als ik even dit doe. Achtig iets. Misschien begin ik nu een beetje te overdrijven. Ik weet niet zeker. Even daar toe lopen. Om het te halen. En ja, ik pak inderdaad water. Waar is infinite water? Daar. Oké. En dan doe ik dat dus hierin. Alsof het water aan het koken is. Misschien ben ik een beetje te erg aan het overdrijven op dit moment. Oké. Oh. Ik kan de end van die niet openen. Ah. Je zie hebben een idee. Nee, dit niet. Oké, gelukkig gaat het niet verder.
Ja, merci bien. Nee, je doet niets. Dit is mijn idee. Het beste idee van Nederland zelfs. Ja, dit wordt het. Dit is het. Dit, mensen, is de blacksmith. Met daar wat water als lava als versiering. Een soort radiator of zo. En hier de anvil. Met lava en water eromheen. En dat water was het ware gekookt. Hier, wat ovens. Daar wat storage. En dit hele gebouw is eigenlijk gewoon alleen voor de anvil bedoeld. De rest is van versiering. Oh, versiering. Wat ik nog wel mis is... Het ziet er een beetje vaag uit. Ik mis wat stone blocks. Stone bricks en zo. Misschien dat ik aan deze het plafond wil doen. Als je ideeën hebt wat ik nog verander in deze kamer. Niet dingen erbij bouwen, maar meer zoiets van de muren. Laat het achter in de reacties. En dan stop ik ook deze episode hierbij. Dus ja. Als je het leuk vindt kun je een like geven. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode.